Super FM, de nieuwe lokale omroep voor Rijswijk. Dat moeten alle volwassenen het weten. Ja, wat ik zei is dat ieder kind natuurlijk een stem verdient, maar dan moeten we wel luisteren. De kindermatcode is dus zoek een volwassene die je vertrouwt, die naar je luistert en die je gaat helpen. En dat moet iedereen weten. Kinderen nodig hebben om fijn en gezond en veilig op te groeien. Die staan op de kinderrechtenchecklist. We hebben met kinderen tussen 9 en 12 hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een vertaling van al die artikelen die in het verdrag staan. Dat zijn er 54. Dat is eigenlijk een dik boekwerk en daar kun je niet zo makkelijk mee werken. En zo is de kinderrechtenchecklist tot stand gekomen. Dus als we opgenoemd hebben dat we liefde nodig hebben, dat we onderwijs nodig hebben, dat we niet gepest worden, dat kindermishandeling, dat niet aan de, daar moeten we tegen beschermd worden. Als we dat dan allemaal opgenoemd hebben, dan is het ook belangrijk om te zeggen, maar wat doe je als het niet zo goed gaat? Dat hebben we met elkaar besproken. En dan zeggen kinderen, ja, dan moet je erover praten. Maar met wie moet je erover praten? En zo is eigenlijk de kindermeldcode ontstaan. Het is ook een idee geweest van Simone. En Simone is nu 20 jaar. En die heeft in Rotterdam toen de wet verplichte meldcode. Er was een pilot en dat was voorafgaand aan de wet in werking. Toen werd er veel gesproken over wat volwassenen moeten doen als ze denken dat er een kind mishandeld wordt. En er werd veel over gesproken wat de volwassenen moeten doen. En Simone die zei, mag ik u wat vragen? Dat was aan de staatssecretaris en de wethouder in Rotterdam. Wat moet ik doen als mijn vriendje of vriendinnetje, als het daar niet goed mee gaat, als ze mij dat vertellen, wat moet ik dan doen? En dat was natuurlijk een hele mooie vraag. Een hele goede vraag. Een vraag waar bijna een antwoord op gegeven wordt. In ieder geval, hier in Rijswijk gaan we het goede voorbeeld geven aan Nederland. Want hier gaan jullie leren wat het antwoord is. En ik zou heel graag Job het woord geven, want die gaat daar nog meer over vertellen. Ik, voordat Job er is, ik heb het heel goed gevonden om de afgelopen 4 jaar te praten met de ambtenaren. Het waren goede gesprekken. Te praten met Marloes, de wethouder, die ervoor gezorgd heeft dat we hier nu staan. En haar samenwerking met Nicole, die is geweldig. En de kinderrechtenchecklist is er. En de scholen die doen mee. En de kinderen zijn nu aan het woord. En ik zou ook nog even de burgemeester willen noemen, want dat is ook bijzonder. Hij is de eerste burgemeester in Nederland die zijn naam op de checklist heeft, met daarbij ook ervoor te zorgen samen met de wethouders dat iedereen dat gaat weten in Rijswijk. Job en Abdullah. Geachte burgemeester, geachte wethouder. Beste allemaal. Wij, de kinderen van de kinderredactie, hebben een half jaar gewerkt aan het kinderrechtenmagazine voor alle mensen in Rijswijk. Wij hebben dat gemaakt omdat elk kind moet weten waar hij terecht kan als het niet goed gaat. Dat hebben we uitgelegd in het magazine. Op de kinderrechtenchecklist staat alles wat een kind nodig heeft om fijn, veilig en gezond op te groeien. Dat is bedoeld voor kinderen en volwassenen. Als je het leest, kun je het daarna doorgeven. Uiteindelijk weet iedereen het.
En we willen ook, ook aan Televisie West en Omroep Rijswijk zeggen dat ze deze boodschap nu ook kunnen doorgeven. Voor kinderen die mishandeld worden, is dat natuurlijk helemaal niet dat ze er niet alleen voor staan. Daar is de meldcode voor. Zoek op volwassenen die je vertrouwt, die naar je luistert en die je helpt. Zoek net zo lang tot je iemand hebt gevonden. Wij waren ook naar Amsterdam geweest om een workshop te houden over de rechten van het kind. En daar hebben we de kinderombudsman ontmoet, Mark. De Laard. Hij vond onze werk heel goed, want zo weet elk kind wat hij moet doen als hij in de problemen zit. En het was een hele leerzame trip. Hanneke is de kinderrechtencoach. Zij gaat het kinderrechtenmagazine ook naar alle scholen brengen. En zo geven we de kinderen en de kindermeldcode door aan de kinderen, maar ook aan de volwassenen. Die moeten het natuurlijk ook weten. Dus gaat het magazine bijvoorbeeld naar de wachtkamer van de dokter of naar de bibliotheek. Weet u misschien nog een plekje, maar het moet een belangrijke plek zijn en niet de Albert Heijnsen. Wilt u ons ook mee de kinderbladkoop door te geven? Graag. Ik hoop dat u nog lang met kinderen kunt samenwerken. Zo, helemaal goed. Nou, dankjewel. Hartstikke mooi. Fantastisch. Hartstikke goed. Kijk, hand van je. Even een beetje omdraaien, dan moet je altijd wennen. Want kijk, daar staan al, daar zijn onder de prijs. Zo komen ze niet voor die boodschap, hè? Zwaai maar even, doe maar zo. En geef ze een enorm applaus, dames en heren. Bijna gebiologeerd te luisteren en te kijken naar hoe jullie die vraag stelden natuurlijk aan wethouder, wat ik zo leuk vind, wethouder Nicole en wethouder Marloes. Ik wil wethouder Dierdorp en wethouder Borstboom, maar wethouder Nicole en Marloes, die natuurlijk, want dat zijn degenen die natuurlijk ontzettend veel tijd en aandacht ook hebben besteed aan dit enorm belangrijke onderwerp. Want het is ook door jullie net al gezegd, het is iets waar we niet elke dag bij stilstaan, maar kinderen moeten natuurlijk gewoon veilig kunnen opgroeien. Jullie moeten gewoon gezellig kunnen spelen. Jullie moeten gezellig kunnen leven. En dan is het heel goed als je ergens terecht kan. En als je ergens, als er wel iets is, of als je gepest wordt, of als er iets in je omgeving gebeurt, dat je dan ergens bij iemand terecht kan. Of er nou iemand in je omgeving is, of de wethouder, of wat mag ook mag, is de burgemeester. Want als dat gebeurt, dan mogen jullie altijd, dan weten jullie dat het altijd bij mij langskomen. Want mijn deur staat altijd open. Nou weet ik niet of ik iets verklap, want er is inmiddels ook, ik weet niet of jullie dat al gaan zeggen, maar ook een e-mailadres, want dat hoort bij deze moderne tijd. Een e-mailadres waarbij jullie ook iets kunnen sturen naar de burgemeester en de burgemeester daar ook aandacht aan besteedt. En ook zal zorgen dat die deur open staat, maar altijd naar jullie luisteren. Want het is ontzettend belangrijk, en dat is al door Nicole net gezegd, dat jullie gewoon in vrijheid en gezond en gezellig kunnen opgroeien. Want een hele fijne jeugd, dat is gewoon ontzettend belangrijk. En ik ben ontzettend trots op, en ik heb het nog niet kunnen bekijken, maar ik ga het zeker doen. En ik zal ervoor zorgen dat, als jullie mij er nog meer geven, dat die op hele belangrijke plekken komt. Niet de Albert Heijn, heb ik net begrepen, want dat was niet de bedoeling, geloof ik. Maar hele andere belangrijke plekken om dat te doen. En dat zal ik ook zeker. En ik zal, dat beloof ik jullie, plechtig, om de komende tijd en de periode dat ik hier ook ben, constant hier aandacht voor zal vragen. Want ik denk dat het ongelooflijk goed initiatief is. En ik ben ontzettend trots op jullie dat jullie dit allemaal hebben gedaan. Dus als jullie zelf een applaus geven, doe het dan even voor jezelf. Geef een applaus. Dank jullie wel. En nu wethouder Nicole. Mag ik nog één vraag stellen? Zou u ervoor willen zorgen dat alle ambtenaren het kinderrechtenmagazine krijgen? En de raadsleden? Nou, dat is niet zo moeilijk. Daar gaan we voor zorgen. Gaan we regelen.
Zeker weten. Hey, dank jullie wel en heel erg fijn dat jullie er zijn. De webredactie, de kinderredactie natuurlijk heel hartelijk bedankt voor het opstellen van het magazine. Daar is heel veel werk in gaan zitten en het is heel belangrijk. Maar allemaal jullie, alle kinderen hier, jullie zijn voor mij ook een beetje de ambassadeurs naar jullie scholen. En jullie kunnen het verder praten, verder vertellen. Ik wil in ieder geval nog een aantal dingen zeggen. Want ik praat met heel veel volwassenen en die hebben allemaal mooie regels. En daar kunnen we allemaal heel goed van leren, maar jullie kunnen het ook. En daar moet je echt in geloven, want dat is heel belangrijk. En alles wat wij verzinnen, daar moeten jullie over meepraten. Want jullie zijn letterlijk onze toekomst. En ik ga straks met Hanneke alle scholen van jullie af en ik krijg allemaal mooie sticker op de deur. Dat hier heel belangrijk aandacht gevraagd wordt voor kinderrechten. En dat jullie een stem hebben. En dat jullie straks weten, met mooie posters, met gesprekken die jullie onderling hebben, waar je hulp moet gaan vragen, wie je kan benaderen. En inderdaad, de burgemeester zei het al, als je echt niemand kan vinden, dan is hij er ook. En die kan je ook benaderen met burgemeester@rijswijk.nl. En mij kunt altijd, kunnen jullie mij, jullie zien mij ook op school, maar jullie kunnen ook hier komen. En jullie kunnen mij inderdaad ook altijd mee. Dus als er vragen zijn, heel graag, dan gaan we daar zo even tijd voor maken. Maar als allereerste nog een heel groot applaus voor jullie en heel veel plezier morgen in de Eerste en Tweede Kamer. Hallo allemaal, ik ga vertellen waarom ik kinderrechten ambassadeur ben geworden van Gertrude Bowmans school. Ik ga het houden over het kinderpardon. Ik heb het onderwerp gekozen omdat mijn vriendin in mijn kerk die helemaal nog geen verblijfsvergunning heeft. En ik vond het eigenlijk heel erg zielig voor haar. En ja, ze woont al heel lang in Nederland zonder verblijfsvergunning. Toen ze naar Nederland kwamen, was er oorlog in Egypte. En ze vonden het daar dus helemaal niet leuk. En daarom zijn ze gevlucht naar Nederland. En ze hebben eigenlijk nu geen verblijfsvergunning. En mijn vriendin die woont eigenlijk niet meer naar Egypte toe, omdat ze het daar veel te eng vindt. Daarom heb ik het over kinderpardon gehouden, omdat ik vind dat het verblijfsvergunning veel sneller moet zijn en dat ze veel sneller moeten bepalen of ze nou een verblijfsvergunning krijgen of niet. Dankjewel voor het luisteren. Heel goed gedaan, Martine. Ik ga vertellen hoe we te werk zijn gegaan. Nou, dat gaat al even terug. In het voorjaar ben ik bij de basisscholen van Rijswijk langs gegaan. Ik heb gevraagd of er kinderen geïnteresseerd zouden zijn om samen een magazine te maken over alles wat je nodig hebt om op te groeien. En dat waren ze wel. Veel kinderen uit groepen 6 en 7 hebben aangegeven het wel te zien zitten om journalist te worden. In juni zijn we elke dinsdagmiddag bij elkaar gekomen in het stadhuis. We mochten gebruik maken van ruimtes hier. En we kregen lekkere limonade en vers fruit erbij. We begonnen met het bekijken waar de kinderen aan denken als het gaat over wat je nodig hebt om op te groeien. Onderwerpen als het kinderpardon, onderwerpen als goed onderwijs, spelen, een goed milieu, respect, vrijheid van meningsuiting, opvoeding en zorg werden genoemd. Er kwamen ook onderwerpen naar voren die je niet nodig hebt om op te groeien. Bijvoorbeeld cyberpesten,
en kindermishandeling. Vervolgens hebben we hier groepjes gevormd. Onderwerpen werden samengevoegd en in de groep werd heel hard nagedacht wie er in Rijswijk iets zou kunnen vertellen over het onderwerp waarover de kinderen wilden schrijven. De politie kan iets zeggen over respect en vrijheid van meningsuiting. Een schoolmaatschappelijk werkende kan wat zeggen over kindermishandeling. En de wethouders konden wat vertellen over samenwerken. En het belang om kinderen een stem te geven en ernaar te luisteren. Zelfs de burgemeester werd gevraagd om zijn mening over pesten. Het is de kinderen heel goed gelukt om vooraf te bedenken wat ze wilden weten van de persoon die ze gingen interviewen, om de vragen te verdelen zodat iedereen een taak heeft tijdens het gesprek en om vervolgens de tekst te verwerken tot een artikel. Deze kinderen hebben heel veel geleerd en heel hard gewerkt aan een prachtig gezamenlijk resultaat dat nu hier voor ons ligt. Ze hebben geleerd wat kinderparticipatie inhoudt, wat hun rechten zijn en wat je moet doen als het niet goed met je gaat of met een vriendinnetje. De zogenaamde kindermeldcode. Het zinnetje, wie wil hem vertellen nog een keertje? Zeg het maar. Nee? Zoeken? Zoek een volwassene die naar je luistert, die je vertrouwt en die je gaat helpen. Heel goed. Dit is het zinnetje dat we heel graag willen meegeven aan alle kinderen in Nederland. Weet wat je moet doen als het met jou of met een vriendje of vriendinnetje niet goed gaat. Zoek die volwassenen die je vertrouwt, die naar je luistert en die je helpt. En die volwassenen zijn hier gelukkig ook aanwezig. Voor ons de opdracht te weten wat we moeten doen als een kind onze hulp vraagt. Laten we samen met de kinderen het magazine lezen. Laten we de kinderen een stem geven en naar ze luisteren. Laten we handelen naar hun goede ideeën. En laten we in Rijswijk als kinderen en volwassenen samen de rechten van het kind daarmee daadwerkelijk vormgeven. In januari 2016 hopen we de Raad van Jeugdambassadeurs te installeren. Ik hoop dat er kinderen van alle basisscholen van Rijswijk deel zullen nemen in deze raad. Ik hoop dat er dan daverende ideeën komen en spetterende initiatieven en dat we samen Rijswijk veiliger en mooier mogen maken. In het belang van het kind. En om direct de daad maar bij het woord te voegen, Annika wil ons graag allemaal vertellen waarom ze jeugdambassadeur zou willen worden. Ik wil jeugdambassadeur worden, want de veiligheid voor kinderen is belangrijk. Als kinderen helpen met het bedenken om ideeën om kinderen goed te laten opgroeien, gaat het vast beter. Ik vind het belangrijk dat kinderen in een rookvrije omgeving opgroeien, ook thuis. Je moet veilig door het verkeer naar school kunnen. Je moet als je ouders gaan scheiden of gescheiden zijn, geen last hebben van dat ze ruzie maken. Oftewel, ieder kind heeft het recht om veilig, gezond en goed op te groeien. Dames en heren, ik wilde iedereen even bedanken voor hun aanwezigheid hier. En vooral de kinderen natuurlijk. En ik hoop jullie allemaal terug te zien als jeugdambassadeurs en jeugdraadsleden straks. Heel veel succes. Ik zie de kinderen die morgen met mij meegaan naar de Eerste en Tweede Kamer natuurlijk morgen weer. Maar allemaal heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. En hopelijk hebben we een mooie boodschap om verder te vertellen. Voor het kind. Dank u wel. Super FM, de nieuwe lokale omroep voor Rijswijk.